Wist u dat u met Python in Dynamo for Revit eigen dialogen kunt maken? U kunt eenvoudig dialogen maken met allerlei onderdelen in, zoals de opzoeklijstjes of selecteren. Kan je eigen onderdelen toevoegen dat je eigen selecties kan maken. Die dan weer als objecten in de dialoog kan weergeven. Je kan checkboxes maken, de opzoeklijstjes, maar ook radio buttons. Die keurig ook werken binnen een groep is allemaal mogelijk. Ook is mogelijk uw eigen afbeeldingen toe te voegen of een icoontje op de taakbalk. Dit alles kan in Dynamo met gebruik van Python. Binnen de Python-node wordt de volledige dialoog opgebouwd met WinForms. Deze kunt u volledig naar uw eigen hand zetten, onderdelen toevoegen of weghalen. Ook de ondersteuning voor 4K-schermen is mogelijk. Ook de afbeeldingen kunnen in Dynamo worden opgenomen in een Python-script. U hoeft dus de afbeeldingen niet van de schijf te laden, waardoor de afbeeldingen nooit ontbreken. Wilt u ook uw eigen dialogen maken? U bent welkom bij ons voor een Python-cursus. Graag tot ziens!